Inbrekers vermijden wijken waar bewoners gebruik maken van een buurtwacht WhatsApp groep. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Tilburg. Ja, je weet nooit in een grote stad wat er kan gebeuren. Dus ja, ik voelde mij wel veiliger dat ik online was en dat ik gewoon het nieuws uit de straat kon volgen. Het is niet alleen voor het veilige gevoel, maar ook voor wat ik zei, lampen die misschien nog aanstaan, sleutels die gevonden zijn. Misschien glas wat hier door jongeren achtergelaten is, waar de kinderen zich aan kunnen bezeren. Het is een leuke sociaal geheel. Het vult goed aan bij onze buurt. Inbraken worden doorgaans gepleegd door lokale inbrekers. Wanneer zij op de hoogte zijn dat een buurt gebruik maakt van een WhatsApp-groep, omzeilen ze deze wijk. Het is alleen maar heel erg handig. Op een gegeven moment moest er wel even een bericht komen van jongens, het is alleen voor serieuze business. Want nou ja, goed, WhatsApp wordt ook nog wel gebruikt voor allerlei onzin dingen. Soms slipt dat er nog wel eens bij in. Maar dan komt er altijd nog wel weer even een bericht. Jongens, let op, het is alleen voor serieuze zaken. En dat werkt gewoon. Het werkt, ja. In 2014 was sprake van een sterke daling van woninginbraken in Nijmegen. Wat onlangs trouwens wel verscheen even op de groepsapp was. Jongens, hebben studenten of dronkenlui hebben hier bierflesjes in de tuin gegooid. En er liggen scherven, het een en ander is al opgeruimd. Maar let op dat de kinderen niet op blote voeten. Ja, dat is dan wel even veilig. Maar het is meer ook ter preventie. Mocht er iemand aan de deur komen waar je niet helemaal van denkt, want dat is pluis. Dan kan je dat even op de groep zetten, weten anderen gelijk. Want we moeten even misschien wat meer aandacht of wat voorzichtiger zijn met die persoon die bij ons aan de deur komt. Zo waren er dat jaar 836 woninginbraken tegenover 1335 in 2013. Dat is een daling van 37%.